Ik heet Carlijn. Is het definitief dat je niet meer naar school wil? Wat is definitief? Ik leer er niks meer. Je kunt altijd nog wat bijleren. Nee, ik heb geen toneelachtergrond. Ik speelde wel als klein meisje altijd toneel. Maar ik had ook andere ambities en die ben ik eerst gaan volgen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, is dit nu alles? En wat zou ik nou eigenlijk nog steeds heel graag willen doen? En dat was acteren. En toen ben ik eigenlijk toevallig op de beste plek van Nederland terechtgekomen. Juist. Maak jij mij eens een gin tonic? Petra von Kant gaat over een befaamde modeontwerpster die verliefd is geworden op een toevallige voorbijgangster. Maar dat probeert ze nog lang te ontkennen. Je zuigt te veel. Pas maar op dat je niet te vet wordt. Het was een showcase. We zijn aan het einde van het tweede jaar van de Meisner acteeropleiding. En dit was om te laten zien waar wij nu staan aan het einde van het tweede jaar. Je hebt toch altijd gezegd dat jullie zouden scheiden? Met de Meisneropleiding krijg je echt een aantal concrete tools in handen. Waardoor je zo'n scène helemaal goed kan opzetten. Dat gaat als eerste echt verdiepen in het karakter. Natuurlijk in de voorafgegaande omstandigheden. De emotionele voorbereiding is heel belangrijk. En daarna is de tekst gewoon heel belangrijk, want daar staan eigenlijk alle elementen in waar je acties op kunt baseren. Natuurlijk geloof ik dat je van me houdt. Dat spreekt. Maar weten doe ik het niet. Ik weet het niet echt. Dat maakt me ziek. Dat is het. Ik las in de krant over een voorstelling, Het Perfecte Cadeau. En daar zag ik dat ook wat oudere mensen met elkaar een hele film hadden neergezet. En dat hun ontmoeting was bij de Meisneropleiding. En toen ben ik met Paul gaan bellen, ben gaan googlen en gaan bellen van wat doe jij, wat is het? En kan dat ook voor iemand die vrij blanco nog in het acteren staat? En dat was mogelijk. En vanaf toen is er een hele wereld voor mij opengegaan. Ik kan niet zonder jou. Ik ben zo eenzaam. Zo alleen. Zonder jou, Karin. Zo eenzaam? Zonder een slet? Oh, vergeef me alsjeblieft. Maar probeer toch te begrijpen wat er met mij gebeurt. Wees toch niet zo vreed. Oh. Ik moet voortmaken. Oh, jij kijkt van loeder! Petra von Kant heb ik in 2 jaar geleerd. Zo, wat ben jij gemeen, Karin? Hoe kan iemand een ander zo beledigen als die ziet hoeveel zorg de ander voor hem heeft? Natuurlijk heel technisch hoe je een personage vorm kan geven. Hoe je echt in het moment kan leven. Dat je jezelf alleen kan laten. En je helemaal kan geven voor het karakter. Maar ik heb persoonlijk ook nog veel dingen geleerd. Om mezelf ook af en toe alleen te laten. En het negatieve stemmetje of het wijze stemmetje in mijn hoofd. Zodat ik me echt helemaal kan geven voor de rol die ik wil gaan doen. En ook in het dagelijks leven heb ik daar soms best baat bij. Want iedereen kent dat stemmetje wel, die af en toe je probeert van een pad af te brengen. Terwijl je daar niet altijd naar moet luisteren. Ja, precies! Daar ben ik goed genoeg voor, hè? Om te betalen! Oké, zeg het maar. Hoeveel? Voor iedereen met een passie voor acteren. Zoals ik al zei, ik ben er vrij blanco ingestapt. Maar ik heb ook om me heen gezien dat mensen met al veel acteeropleiding of er zelfs dagelijks mee bezig zijn, hier toch aan mee gaan doen, omdat zij gewoon die verdieping zoeken die Meisner kan brengen.